Ja, hiermee wordt de Bjusterballon gedoopt met Bjusterbaarlijk lekker bier. Wij wensen de ballon en de ballonvaders een behouden vaart voor vanavond. Staan de quick release, dames en heren, jongens en meisjes. En dan is het nagenoeg zover dat zij op gaat stijgen. Deze twee Zeders hier uit Jouweren. De quick release is de laatste bevestiging van de luchtballon aan de auto. Je houdt hem natuurlijk even tegen, moet voldoende lift hebben. En wanneer we voldoende lift hebben, dan klatert het applaus hier over de nutsbaan. Ze is opgestegen. En geef haar een enorm applaus, dames en heren, jongens en meisjes. We juichen, we klappen, we zijn enthousiast. Op de eerste luchtballon opgestegen, Bjusterbrouwerij. En Bjusterbrouwerij is natuurlijk een goede grote brouwerij, wat we al gehoord hebben uit Grauw. En vanavond deze ballon bevaren door Therese Edens Haperfit overigens. Hoe ze nagaan alweer gehaald in het jaar 1992, al meer dan 2000 varenuur op haar naam staan. Gevaar in Amerika, Oostenrijk, Taiwan, Saoedi-Arabië, eigenlijk bijna de hele wereld over. En vanavond dus opgestegen in die schitterende mooie ballon, Bjusterbierlik lekker. Dat is een mooie ballon, dat kunnen we wel stellen. Zomaar gisteren opgeleverd hebben we gehoord via de eigenaar, althans via degene die hem geleverd heeft, Pieter Kooistra. En vanavond dus opgestegen, brouwerij Bjuster. En mooie reclame kun je natuurlijk niet voorstellen. Dus wanneer de mensen zeggen van, we vinden het geweldig, dan moeten we dat zeker gaan doen. De volgende hete luchtballon opgestegen. En dat wil zeggen, we say hello to Gary Davis from Peterborough uit Engeland. Hij is een brevet gehaald in het jaar 2001. Bijna 2000 vaaruur op zijn naam staan. Gevaren Zwitserland, Duitsland. En natuurlijk mooi dat we ook deze Engelse ballon zojuist hebben zien opstijgen vanaf dit geweldige terrein. Fototoestellen houden we in onze aanslag. En niet alleen de fototoestellen, maar natuurlijk ook de telefoontoesteltjes waar we ook weer geweldige foto's mee kunnen maken. Eigenlijk is het een geweldig evenement om het kleurrijke gebeuren allemaal mooi op de foto's te zetten tijdens deze Frieske mannenavond. Dat is het eigenlijk. Vanavond de ballon opstijgt in het kader van de Frieske mannenvaart. Ad Rosa, ja hoor. Hij krijgt natuurlijk ook het applaus en we zwaaien met z'n allen. We vinden hem geweldig. Hij, deze Ad Rosa, afkomstig uit Raamsdonk, alweer in 1988, zo lang is het al geleden, heeft hij zijn brevet gehaald. Vroeger, dat is alweer lang geleden, want hij is al zo vaak hier geweest. Alweer, ik denk een keer of 31 is hij hier geweest. Vroeger heeft hij hier ook opgestegen in de ballon van Villa Hap. Onder andere de Max ballon heeft hij opgestegen. En natuurlijk de Panasonic ballon. En vanavond opgestegen in de App ballon. En dan hebben we de tel goed bijgehouden. Inmiddels 3 gehad. En dan moeten we er nog 37 gaan. In totaal 37 hete luchtballonnen. En ja, wat dan mooi is dat we het beertje ook al zien. Luc Poppen uit België zal vanavond ook op gaan stijgen. Met een kop, met een berenhoofd. Een berenkop moeten we dan zeggen. En natuurlijk daarnaast de hond. Ook dat hebben we vanavond, een heuse hond die ook op gaat stijgen vanaf dit terrein. En dan zullen al die andere luchtballonnen straks de ventilatoren ook aan gaan doen. En dan gaan we genieten van al het moois wat heet het ballonvaren. Een Italiaanse ballonvader, nog nooit gehad hier in Jouweren. Dit jaar hebben die wel een heuse Italiaanse ballonvader die ook in Italië ballonvaart. En vanavond gaat ze opstijgen in die felgele gekleurde hete luchtballon. Of zal het toch op dit moment Leon Leemans zijn die op gaat stijgen in de hete luchtballon van Hypotheekvisie. Ach, het is allemaal zo mooi wat we hebben. Luchtballonnen overigens stijgen alleen maar 's ochtends vroeg. Dan wel 's avonds laat op. Dat wil zeggen 's ochtends vroeg vanaf of tot 2 uur voor na zonsopgang. En 's avonds zo rond 2,5 uur voor zonsondergang dan stijgen hete luchtballonnen op. Dat houdt verband met het feit dat we dan weinig tot geen thermiek hebben. Thermiek, dat wil zeggen dat overdag wanneer de zon schijnt aarde opwarmt. Wanneer die aarde opwarmt, dan komt de lucht vrij, die lucht die stijgt op. En wanneer dan een hete luchtballon op gaat stijgen, dan is die niet meer controleerbaar te bevaren. En dan is het natuurlijk lastig, dan is het natuurlijk gevaarlijk. En vandaar ook dat je ballonnen ziet opstijgen tot 2 uur, 2,5 uur na zonsopgang. En vanaf 2,5 uur voor zonsondergang. Zullen mensen zeggen van ja, maar als we in Oostenrijk zijn, dan zien we in de winter toch ballonnen varen? Dat klopt.
Want als je goed opgelet hebt, dan hebben we daar geen termiet, dan hebben we alleen maar sneeuw. En wanneer je sneeuw hebt, heb je geen warme lucht vanaf de aarde. Leon Leemans, ja hoor, hij krijgt natuurlijk ook het applaus van ons allemaal. We blijven applaudisseren, we blijven zwaaien. We vinden het natuurlijk helemaal geweldig, want deze Leon Leemans, voorheen was hij hier regelmatig aanwezig met een heuse sukkel. Daar kregen we tranen van in de ogen. En vanavond is opgestegen in de hete luchtballon van Hypotheekvisie. En Leon, afkomstig uit Breda. In 1981 alweer heeft hij zijn brevet gehaald. Gevaar in Europa, gevaar in Mexico, gevaar in Azië. Eigenlijk ook al over de hele wereld. En vanavond opgestegen in de hete luchtballon van de Hypotheekvisie. Prachtig mooie ballonnen, dat hebben we hier in alle vormen en maten. We hebben hem al aangekondigd vanavond natuurlijk ook zo'n hele kleine een klein bankje onder een hete luchtballon. Ook die zullen we vanavond zien. En het kleurrijke spektakel is dan van start gegaan. Het is relaxed. Het is mooi, het is geweldig. En de mensen daar in die grote kermisattractie, die genieten natuurlijk ook enorm van wat hier allemaal gaat gebeuren en staat te gebeuren. Die kijken natuurlijk neer op het grote terrein wat we hier hebben. Waar we winters schaatsen, waar paden rondomheen draven. En vanavond dus hete luchtballon op zien stijgen. Vanavond dus een mooie avond. Morgen lijkt het ook allemaal goed te gaan komen. Morgen overdag zullen we mogelijk een regenbui hebben. Kan het wat regen hier regenen hier in het noorden van Nederland. Maar uiteindelijk dan zullen we wellicht allemaal hete luchtballon over morgenavond zien opstijgen vanaf dit terrein. Ook mooi is het te zien dat we straks de stichting Onze Ballon hebben. En ja, het beertje, die zien we ook al rechtop staan bijna. De oren zien we van het beertje. Luc Popper die zegt van, ik vind het weer geweldig om ook in jouw hut te zijn. En vanavond zullen we hem dan ook een enorm applaus gaan geven. De Belgische ballonvader Luc Popper, afkomstig uit Waasmünster. Italiaanse ballon overigens, zo langzamerhand ook op het moment daar dat ook hij op gaat stijgen. De piraten zitten aan boord, dat wil zeggen ze zijn mooi verkleed als piraten in die Italiaanse hete luchtballon. Ja hoor, ook hij is bijna zover dat hij op gaat stijgen. En dan zullen we ook deze ballon natuurlijk een enorme applaus gaan geven. Want dat is natuurlijk fantastisch dat we zo'n internationaal gezelschap aan ballonvaarders hebben. Mooi is het om ook te zien dat we vanavond natuurlijk de PHAOW hebben. De man die al met pensioen is, dat wil zeggen John Schone. Maar ook hij zal vanavond hier vanaf dit terrein op gaan stijgen. Het is dan bijna zover dat we al die ballonnen hier, natuurlijk niet allemaal in één keer, maar wel veel in grote getalen hier vanavond vanaf dit terrein opstijgen. Ja, hij is al nu bijna opgestegen, dat wil zeggen helemaal van de grond gekomen. En dan krijgt ook hij natuurlijk een enorm applaus, deze ballonvader, die het geweldig vindt om hier op te stijgen met zijn hete luchtballon. En dan weten we dat ook hij een prachtige mooie avond mee gaat maken. Hij is nog nooit hier geweest in het Jouwen. Hij, Davide Morando, afkomstig uit Turijn. In 2001 heeft hij zijn brevet gehaald. Kijk eens, als piraten staan ze in het mandje. De piratenvlag hangt buiten. En dat betekent dat deze Davide natuurlijk ook een geweldige mooie avond mee gaat maken met zijn passagiers. Passagiers die overigens nu al bij de banden staan. En er staan soms passagiers bij die dikke kleding aan hebben. Ja, eigenlijk is dat dus niet nodig, hè. Want ja, je hebt geen dikke kleding nodig. Ja, misschien vanavond de laatste wanneer je op de grond staat. Wanneer je gedoopt bent van barones tot van Jouren tot aan nou waar zou terechtkomen. Dan heb je misschien wat warmere kleding nodig. Maar voor het overige is het gewoon heerlijk vertoeven. Mooi is het om te zien dat we de hond Rocky naast de grote beer zien. Eigenlijk die beer die naast Rocky staat, kun je ook zien dat hij wat groter is. Ja, we hebben grote ballonnen, kleine ballonnen, hele grote hete luchtballonnen. We hebben natuurlijk de radiografisch bestuurbare hete luchtballonnen. En we hebben natuurlijk vanavond ook nog de McDonald's hete luchtballon. Hadden we nog niet genoemd, maar de McDonald's hete luchtballon wordt nu uit de wagen gehaald. Kun je zien als je daar aan de kant van niet de VIP-terras staat, uit de wagen wordt die gehaald. Ze hebben daar een klein trucje voor, dat die ballon uit de wagen gehaald wordt. De hele grote hamburgerballon. Münster zojuist opgestegen met zijn luchtballon in die vorm van die grote berenkop. Laten we het zo zeggen. We kijken nu nog een beetje naar de achterzijde. Maar deze Luc Popper zal zo dadelijk gaan laten zien dat hij de luchtballon wat kan draaien in de lucht. En dan hebben we een prachtig mooi gezicht. Deze Luc Popper, brevet gehaald in het jaar 2019. 160 vaaruur op zijn naam staan. En hij vaart al sinds 2020 eigenlijk. Want hij heeft zijn brevet gehaald. In 2020 heeft hij zijn eigen bedrijf gehaald.
Alweer in het jaar 1989, dat schrijven dan, heeft hij zijn brevet gehaald. Meer dan 2200 vaaruren op zijn naam staan en gevaren door heel Europa. Gevaren in heel Canada. En vanavond dus opgestegen met die hele grote mooie hondenkop, Rocky genaamd. Mooi gezicht om ook te kijken naar die ballon van Jumbo Jauren natuurlijk. We hebben vanavond de ballon gezien van Bjuster Brouwerij, dat die genoemd werd. Nou, deze ballon van de Jumbo Jauren Zijlstra is een jaar of drie geleden is die hier op hetzelfde terrein gedoopt. Mooie geel gekleurde hete luchtballonnen. En ja, eigenlijk is het allemaal mooi wat we hier zien. De luchtballonnen dus die nu voor een groot aantal nog op het veld liggen. In een grote vorm als een pannenkoek neergelegd. En moet je eens nagaan, een normale hete luchtballon heeft ongeveer een doorsnee van 18 meter. Nou, en als je dan kijkt op het middentrein van die McDonald's hete luchtballon, hoeveel crewleden daar bijvoorbeeld al aan te pas komen. Als je dan ziet dat zo'n hete luchtballon vastgemaakt moet worden met klittenband. Mooi te zien op het middentrein. Die luchtballon die bestaat uit verschillende delen. En dat betekent dat al die delen aan elkaar geklit moeten worden middels het klittenband, zodat daar de lucht niet uit kan ontsnappen. Mooi om dat vanavond mee te maken, om dat met z'n allen vanavond hier te zien. Friesland, eigenlijk jouw ouder moeten we zeggen, kent vele ballonvaarders. We weten niet hoeveel, maar er zijn er wel ontzettend veel. Het Noordelijk Ballonvaartcentrum hebben we natuurlijk. We hebben ja, zoveel ballonvaarders hier vanuit Friesland ook weer in ons midden. Onder andere Erik Krant zal zo dadelijk op gaan stijgen in de ballon van Nolan en Norton. En we horen wat geknal, dat is allemaal niks. Dat is allemaal niks aan de hand, dan te zeggen. De ontsteking van een van de ventilatoren. Die knalde een beetje. Ach, dat is dan ook weer de sfeer die we hier zo hebben. En vanavond dus opgestegen in de ballon van Ink Station. Dus een luchtballon die we hier hebben. Allemaal goed gekeurd, heet luchtballonnen. Zo heeft Jaura, heeft ook het Noordelijk Ballonvaartcentrum die ballonnen keurt. Er wordt gekeken naar de trekkracht van de bekabeling. Er wordt gekeken naar de luchtdoorlaatbaarheid van de stof, de nylonstof, het versterkte nylon. Dat wil zeggen het ripstone nylon, dat is een stof die eigenlijk ook nooit kan scheuren. Er zit een kunststofcoating omheen. En dat is het onderste gedeelte overigens van die luchtballon, waar de warmte middels die branders doorheen gaat. Dat is gemaakt van het zogenaamde Nomex. Dus dan weten we dat ook weer, kunnen we dat ook weer opschrijven. Erik Kwant, ja hoor, normaal gesproken werkend in een zorgboerderij. En vanavond dus opgestegen in de ballon van Nolan en Norton. En deze Erik Kwant vindt het natuurlijk geweldig om op te stijgen. 100 vaaruren heeft hij op zijn naam staan. Hij heeft gevaren onder andere in Oostenrijk, gevaren eigenlijk al door heel Nederland. En dat is nog een van de jongere gepresenteerde van de nieuwere lichting ballonvaarders. Maar ja, ook de ballonvaderswereld heeft te maken met vergrijzing. En dat betekent dat we altijd nog op zoek zijn naar andere ballonvaders, nieuwe ballonvaders. En Erik Kwant is zo'n jonge ballonvader. Samen met Tommy Witteveen overigens, die we vanavond ook nog op zien stijgen. En ze zijn er wel een aantal meer. Proberen nog steeds meer meer piloten te krijgen voor de opleiding tot ballonvader. Mooi is het te zien dat we die luchtballonnen toch nog wel een poosje kunnen zien varen in de richting van waar de wind naartoe brengt. Kracht heeft, een klein beetje lift heeft. En uiteindelijk wanneer dan de ballon in die split of a second van gewichtsverlies door die piloot, wanneer die dan voldoende lift heeft, zoals we nu kunnen zien bij de luchtballon van Stichting Hoogvliegers, dan kan een luchtballon ook daadwerkelijk varen. Oh, ook nu weer het applaus richting Hommy Jonkman. Want Hommy Jonkman is zojuist opgestegen in de luchtballon van Stichting Hoogvliegers. Een prachtige, mooie, vrij nieuwe hete luchtballon. En vanavond dus bevaren door Hommy Jonkman, afkomstig uit Donkerbroek. Jaar 2004, schrijven we alweer, heeft hij zo'n brevet gehaald. En meer dan 300 vaaruren op zijn naam staan. En vanavond dus opgestegen in de luchtballon van Stichting Onze Ballon. Credits hebben we natuurlijk vanavond ook. We hebben vanavond hopelijk ook nog de McDonald's hete luchtballon in de vorm van een poppetje McDonald's. Ja, we hebben de telefooncel hebben we nog. Ja, we hebben eigenlijk zoveel moois. En de motorfiets hebben we ook nog. Alleen de vraag is in hoeverre die op gaat stijgen. Dan zullen we zo naar in de hete luchtballon van Jumbo Zijlstra hier uit Jauren. Ik noemde net al even de luchtballon van Herman Kleinsmit, die overigens dus vanavond niet gaat varen. Die grote, mega hete luchtballon in de vorm van die motorfiets.
Die zal vanwege de vlagerigheid van het weer mogelijk vanavond niet op gaan stijgen. Maar wie wel opgestegen is, is natuurlijk nu op dit moment John Schone. Hij heeft, als het goed is, zijn fluitje bij hem. Ja, en als hij blaast op zijn fluitje, we hebben het gezegd, dan zwaaien we met z'n allen. Zijn we enthousiast, maar dan weten we dat ook. John Schone zojuist is opgestegen. Ja, hij heeft een luchtballon met de initialen, de PHAOW. Dat is mooi, want hij is nog maar kort met pensioen. Hij was in het verleden iemand die heel veel deed in het onderwijs. Maar vanavond dus opgestegen met zijn hete luchtballon. Prachtig mooi, de PHAOW. En dan weten we dat John Schone uit Prinsenbeek brevet alweer gehaald in het jaar 1995. Vanavond ook weer zo'n geweldige mooie vaart gaan maken. En als we het dan hebben over ballonvaarders, als we het dan hebben over evenementen. Ja, dan hebben we in Hardenberg dit jaar de start gehad van het ballonvaardersfestivals gebeuren. In Hardenberg hadden ze ook de 35e editie van de Hardenbergse Ballon Fiesta. En die Hardenbergse Ballon Fiesta, ooit georganiseerd en ooit in gang gezet door Pieter Veen. En deze Pieter Veen zullen we vanavond op zien stijgen in de hete luchtballon van de Wildkamp. Een brevet gehaald in het jaar 2001 alweer. Meer dan 500, 600 vaaruur op zijn naam staan. En vanavond dus opgestegen in de hete luchtballon van de Wildkamp. En dan, dames en heren, jongens en meisjes, is het zo dadelijk bijna zover dat we kunnen gaan genieten van het bankje die op gaat stijgen. Hoogste hoogte wat je hier in Nederland mag varen, dat ligt het overigens wel aan in wat voor gebieden je bent. Want als je bijvoorbeeld in het gebied rondom Schiphol bent, mag je natuurlijk niet gaan ballonvaren. Maar voor het overige is het dat de hoogste hoogte die je mag bevaren rond de 2 kilometer is. Dat is wel verhipte hoog, want dan zie je niet veel meer wat er op de grond gebeurt. Dus daarom varen ballonvaders ook eigenlijk niet op die hele hoge hoogtes. Wel varen ballonvaders over hoge hoogtes wanneer ze in de wintermaanden in Oostenrijk of in Zwitserland aan het ballonvaren zijn. Dat zal ook wel moeten, gezien het feit dat je daar natuurlijk te maken hebt met de bergen waar ze af en toe ook over. En dan zeggen we, Hilda Paulusma, ook jij afkomstig uit Donkerbroek, gaat richting je partner Homme Jongman aan. En deze Hilda heeft haar brevet alweer gehaald in het jaar 2004. Gevaren in Duitsland, en wat al even gezegd is, ook gevaren onder andere in Oostenrijk. En dan, dames en heren, jongens en meisjes, ja, dan kijken we naar het grote trein. En dan zou je bijna zeggen van, hé, hey, is dat dan alles? Nee, dat is nog lang niet alles, want we hebben natuurlijk nog veel meer hete luchtballonnen te gaan. Hete luchtballonnen waar je u tegen zegt, net vanavond natuurlijk ook voor het eerst hier in Joure. Die hete luchtballonnen van de hamburgerketen. Ja hoor, Martijn Hogelslag, zojuist opgestegen. Kijk hem eens gaan in de ballon van Easters. En hij krijgt natuurlijk van ons allemaal ook een enorme applaus, met deze jongeling. Hij is zijn brevet gehaald in het jaar 2017. Hij was toen nog maar 16 jaar jong, moest nagaan. En hij was toen de jongste ballonvader van Nederland. Hij heeft overigens op zijn 15e jaar al een zweefvliegbrevet gehaald. En vanavond dus opgestegen in de ballon van Easters. Onlangs dus afgestudeerd in de lucht- en ruimtevaart in Delft. Gevaren in Portugal, gevaren in Roemenië, gevaren in Frankrijk. Dat gaat er een worden. Dat is wel één ding wat zeker is. Zijn moeder zullen we deze dagen ook meemaken hier. Die zal nog gaan verschijnen met de luchtballon van Toyota. Monique Hogenslag, de moeder van deze Martijn, zullen we de komende dagen natuurlijk ook meemaken. En wat ook mooi is, de Leeuwardenkrant maakt natuurlijk vandaag weer de mooiste reportages. Natuurlijk ook een applaus. Hij zwaait volop naar ons allemaal. En dan zeggen we, mooi dat deze ballon ook opgestegen is. En Oscar Dracht in de ballon van Credits. Zo moeten we het zeggen, de credits ballon van niemand minder dan Oscar Dracht. Geweldig mooi, oranje gekleurd, de zon gaat bijna onder. Maar eigenlijk liegen we daarover, want de zon gaat niet onder. Als we de lucht in kijken, dan zien we dat deze prachtig mooie oranje gekleurde hete luchtballon door Oscar Dracht bevaren. Hij, afkomstig uit Borne, adviseur, opleiding overigens bij niemand minder dan Credits. 1987 alweer zijn brevet gehaald. In het jaar 87 was een mooi jaar, dat weten Oscar Dracht ook. Want toen heeft hij zijn brevet gehaald en vanavond dus opgestegen in de ballon van Credits. Moois meemaken, of Hendrik Kort moeten we zeggen. Hij, afkomstig uit Veendam, kijkt nog even naar de laatste informatie wat hij allemaal tegenkomt. Op natuurlijk de instrumentarium wat hij heeft. En straks zal ook de Leeuwardenkrant van ons het enorme applaus gaan krijgen. Mooi gezicht. We zijn er nog lang niet wat al even gezegd is, want we gaan nog even door met al die gevarieerde hete luchtballonnen. En ook mooi is het om te zien dat die crewleden natuurlijk ook allemaal heel druk zijn. Crewleden, zul je zeggen. Ja, dat zijn de helpers. Dat zijn degenen die ervoor zorgen dat die luchtballon uit de zak gehaald wordt. Die zorgen ervoor dat die luchtballon keurig aan de luchtballon gehangen wordt.
En vervolgens zorgen ze er ook voor dat vanavond die piloot ook weer veilig terug kan komen. Ja hoor, we zwaaien bijna met z'n allen. Er wordt nog even gekeken door Hendrik. Hendrik zegt van, ja het is bijna zover. Hij steekt de hand op. En dan dames en heren, heeft hij voldoende lift. En dan zeggen we ook het applaus richting Hendrik Kort. Hij vindt het natuurlijk geweldig om hier te zijn. We zwaaien met z'n allen en applaudisseren met z'n allen naar de luchtballon van de Leeuwarden Courant. Mooi gezicht van deze Hendrik Kort onder de toeziend oog van zo'n lief Martijn Kort, die ook een brevet heeft. Hij, deze Hendrik uit Veendam, brevet alweer gehaald in het jaar 1986. En hij was ooit de 25e Nederlandse bronvader die gebreveteerd was. Dus dat is Hendrik Kort vanavond dus opgestegen in de hete luchtballon van de Leeuwarden Courant. Ja! Dat zal de volgende zijn, want ook hij heeft de ballon alweer dusdanig strak aan de auto zitten. De handen aan de quick release. Dat betekent dat Theo Tuinstra zo dadelijk los gaat komen. De eerste 10 centimeter is hier inmiddels losgekomen van de grond. De olieslager, een luchtballon met Theo Tuinstra daarin. Theo Tuinstra afkomstig uit het mooie Leek. Vrachtwagenchauffeur is hij van beroep. En vanavond is opgestegen met zijn hete luchtballon. 2007 heeft hij zijn brevet gehad. Theo, we groeten jou. We wensen jou natuurlijk ook alweer behouden vaart. En hij vindt het geweldig wat al gezegd is. Overdag een beetje in de vrachtwagen rijden. En s'avonds sturen met zo'n hete luchtballon. En dan zeg ik sturen. Een hete luchtballon is niet bestuurbaar. Maar wat wel mooi is, is dat een hete luchtballonvader over het algemeen het fantastisch vindt om te gaan varen en te gaan proberen om de diverse luchtlagen te vinden. Want op de grond kun je soms een westelijke wind hebben. En wanneer je dan naar hogere hoogtes gaat, kun je een noordelijke wind hebben of een zuidelijke wind. En zo spelen varen luchtballonvaders. Die proberen dan te spelen varen met de verschillende windrichtingen om uiteindelijk te kijken waar ze dan terecht gaan komen. Zo is het wel eens gebeurd. Het aantal jaren hier meegemaakt dat er een ballonvader op ging stijgen. En bijna hier op hetzelfde terrein ging landen. Dat heet dat hij dan een zogenaamd reuzenrad ging maken. Nou, dat is natuurlijk ook weer mooi om te weten. Zal vanavond niet gaan gebeuren. Daarvoor staat er iets te veel wind zoals het blijkt. En zien we al heel veel ballonvaders niet meer in de richting komen van waar we nu allemaal staan. Die we nog niet genoemd hebben. Maar waar we natuurlijk ook geweldig blij mee zijn. Dat is vanavond de hete luchtballon van Babette. Babette, een mooie dametje met die prachtige mooie oorringen in, zo moeten we hem, ja, zo hebben, zou ik het zeggen, is natuurlijk niet zo. Die heeft een prachtige mooie koptelefoon op. Babette, afkomstig uit Schonebeek. Ook daar zijn we bij mee dat Kino Herle vanavond daarmee gaat opstijgen. En hoor het kabaal is van die ventilatoren, die met kracht al die lucht in die luchtballon blazen. Passagiers die het weer geweldig vinden en dat zien ze ook in de luchtballon van Twintje Afrika. Zij is zojuist opgestegen in de grote hete luchtballon. En Twintje Afrika, afkomstig uit Itzkenhuizen, in het jaar 1997 heeft ze haar brevet alweer gehaald. En moest nagaan, zij heeft meer dan 2200 varen op haar naam staan. En eigenlijk de hele wereld al erover gevaren. Maar geweldig om deze ballon hier vanavond op te zien. Ja, je hoort het op de achtergrond, de grote ventilatoren. En zo gaat het natuurlijk nog wel even door. En we zien natuurlijk ook het af en aanrijden van die ballonvaders, van die crewleden, die natuurlijk allemaal weer in de achtervolging moeten op de diverse hete luchtballonnen. Luchtballonnen waren overigens de eerste machines waar mensen mee de lucht in gingen. En de eerste ballon, ja, eigenlijk hebben die Chinezen dat uitgevonden. Chinezen die vinden wel meer uit. Maar applaudisseren, want de Groningen Seaport is juist opgestegen. En dan zeggen we alle kijkers uit Laren in het jaar 2015, jij je brevet gehaald. 600 vaaruur op zijn naam staan. Geniet van het mooie uitzicht. En ook hij in de ballon van Groningen Seaport zojuist is opgestegen. Met de ballon, althans met de ballonvader. Alle kijkers staan aan boord. Ook hij vindt het weer geweldig. Ook mooi is te zien dat we de skyline van Hardenberg ook weer kunnen aanschouwen. De skyline van Hardenberg goed te zien in de ballon van Brecht Witteveen. Daar aan de buitenzijde de Hardenbergse ballon, de PHHDB. Skyline van Hardenberg, als je er nog nooit geweest bent. Je ziet daar in ieder geval de molen op. Voor de kenners onder ons die zeggen, oh dat is toch de Oelemullen. Ja, inderdaad, dat is de Oelemullen. En voor de rest kronkelt de vecht daaromheen. Het zijn prachtige luchtballonnen die we hier vanavond mogen aanschouwen. En het is ook bijna zover dat we natuurlijk mogen kijken naar die hete luchtballon die we hier nog niet eerder gehad hebben. De prachtige hete luchtballon van McDonald's. Komstig uit Jouren in 2014. Jij hebt het net alweer gehaald. Je hebt er maar anderhalf jaar over gedaan om de opleiding tot ballonvader te gaan halen.
meer dan 300 vaarruren op haar naam staan. We varen onder andere in Taiwan. Het is natuurlijk geweldig dat we mogen kijken naar deze ballon. De voormalige Hannebergse ballon, wandelgemeente bij uitstek. Met al die campings die ze daar hebben. Campings hebben ze natuurlijk ook in Jouren. Maar wat ze in Jouren nog veel meer hebben, is natuurlijk water. Heel veel water. En dan is het vanavond voor die passagiers natuurlijk een geweldig gezicht. Om te kijken naar wat ze allemaal onderweg gaan tegenkomen. Tommy Witteveen. Noemde al wat jongelingen. Nou, Tommy Witteveen is ook zo'n jonge ballonvader. Vanavond dus op gaan stijgen in de Oost-Appenballon. Je ziet het, dat dadelijk een vrij groep. Rita van Veen, afkomstig uit de Glanenbrug. In het Duitse Glanenbrug, daar woont Rita van Veen. In Ochtroep, moeten we zeggen. 1997 haar vet alweer gehaald. 800 vaaruren plus op haar naam staan. Gevaren over heel de wereld al bijna. En vanavond opgestegen in de luchtballon van de PHR. Ook weer zo'n plaatje. En het plaatje is natuurlijk ook wat we straks daar op de middentrein zien. De grote hete luchtballon van McDonald's. We hebben natuurlijk zo dadelijk ook nog eens een keer Babette. En wat we ook hebben is natuurlijk die hele grote telefooncel. Een geweldige grote telefooncel die we vanavond ook op zien stijgen. Hopelijk goed zien opstijgen vanaf ja, dit prachtige mooie trein. Dit geweldige trein. Loungemasters die het relaxed hebben vanavond, die het goed hebben. Brian Klaverjong, de Brommelhuis en natuurlijk Edwin Bijwoord. Die hebben het gewoon rustig, hebben contact met elkaar en weten precies hoe het staat. Is het familie Haven in grote getalen hier aanwezig. En Jits, weet wat belofbaar is, heeft zijn kinderen met de paplepel ingegoten. En vanavond is opgestegen met de hete luchtballon die we nu boven onze hoofden zien verdwijnen. Vanavond natuurlijk ook nog radiografisch bestuurbare hete luchtballonnen. Deze luchtballonnen die wat kleiner zijn, inhoud hebben van rond de 80 kubieke meter, 8 tot 10 meter hoog. Dan hebben we natuurlijk over de deelnemende ballonvaarders Cornelis Bouwman, Joep Heijn, Matthias Gebreurs, Paul Lemmens, Wesley Sissi uit Limmer. En dat betekent dat hij daar vanavond niet naartoe gaat varen. Meer dan 600 vaarwielen waar zijn naam staat. Hij in het jaar 2012 en weer zijn brevet gaat. Gevaren in Spanje, gevaren in Oostenrijk, Italië. Hij was bijvoorbeeld de 15e tijdens het WK junioren in 2018 en is in dagelijks leven junior belastingadviseur. En wat is het dan mooi, hè? Dan zien we de tandjes vanavond ook rondom de baan en de tandjes. En we zien ook de tandjes uit die luchtballon komen. Nou ja, de tandjes, nee, we hadden gezegd dat het een ander ding zou zijn. Nee, we hebben een hamburger aan de andere zijde. Maar we hebben natuurlijk de grote frieten. Kijk eens boven de bloem van natuurlijk. De Zwitserse begeleidster. En daar hebben we een prachtig hete luchtballon vanuit de stad van Jurgen. Ook die gaan we vanavond met z'n allen meemaken. En dan hebben we het net al even gehad over Herman Kleinsmit. Hij zal vanavond niet op gaan stijgen als flight director. Hij heeft ooit een bakkerij gehad hier in Jouren. En toen heeft hij tegen zijn vrouw Katrien gezegd: ik vind broodbakken wel leuk, ik vind gebakjes maken ook wel leuk. Maar wat ik veel leuker vind, is dus naar aanleiding van die vriendengroep van de vlekken op rond te varen. Hij heeft op enig moment gemeend dat hij zijn bakkerij ging verkopen en daarna is hij gaan rondvaren. Wat heeft hij wel allemaal gedaan met de rondvaren? Nou, hij heeft nu dus onlangs een taart gekocht. Hij heeft de hete luchtballon. Maar natuurlijk, je weet het, de grootste hete luchtballon ter wereld, de motorfiets. Hij is bekend van de Munchen Balloons. Hij is bekend van die machtige luchtballon. Een aantal jaren hier geleden nog eens een keer mocht aanschouwen die niet meer luchtvaardig was. De Mannenkool Kastvoer, de luchtballon, de grote boel. Maar eigenlijk heeft hij zoveel leuke luchtballonnen gehad. Heeft hij zoveel met zoveel leuke luchtballonnen gevaren. En vanavond dus hier als flight director rondlopen met die witte met zijn collega bestuursleden kijkend en ziet dat alles goed was. De Groningen op. Er gaat iets boven Groningen. Nou, er gaat wel zeker iets boven Groningen. Dat is dat er iets boven Jouren hangt. Vandaag staat Jouren dus in het teken van de Friese ballonfeesten. Vanochtend werd er al aandacht aangeschonken. Het nieuws van SBS morgen vroeg op NPO Radio 1. Ook daar voldoende informatie over de Friese ballonfeesten. Vannacht en komende morgen werden daar ook aandacht aangeschonken aan de Friese ballonfeesten. Het grootste ballonevenement wat Nederland rijk is. Naast al die andere evenementen die Nederland natuurlijk ook rijk is. Ja hoor, het is zover. We gaan op de banken. Want Daryl Vring. Zojuist opgestegen in die hele grote hete luchtballon van McDonald's. We hebben niks te veel gezegd, hè. Wat een vaarten, wel een 50 meter. Ja. Deze Daan Elfring, in het jaar 1992, heeft hij zijn brevet alweer gehaald.
gevaren in Syrië, Korea, Amerika, Thailand, Taiwan, Indonesië, Saudi-Arabië, eigenlijk over de hele wereld. En wanneer hij over je heen gaat varen, zwaai, klap, applaudisseer en zeg: we gaan vanavond natuurlijk met z'n allen naar de McDonald's. En dan weten we ook dat de ballon van Er gaat niets boven Groningen. Ook die gaat misschien nog wel even naar de McDonald's. Er gaat niets boven Groningen. En dan weten we dat deze ballon bevaren is wordt door René Elgersma uit Hengelo. En deze René uit Hengelo weet ook wat ballonvaren is, hoor. Want hij is zijn buffet alweer gehad in het jaar 1995 over de 2000 vaaruren. Heeft gevaren in India, Canada, Amerika, Chili, Argentinië, Brazilië, Noorwegen, Zweden, Turkije, Italië, Thailand en Taiwan. Kortom, alle continenten heeft deze ballonvader al weten te bevaren. René Elgersma en samen met Daan Elfring hangen ze mooi in de lucht. En kijk eens, het kaas dat druppelt bijna uit die hele grote hamburger. En ja, wat mooi is, ja, dat zien we nu ook. Dat ze zo dadelijk ook nog die hele grote bubbel van die motorfiets, dat die ook op gaat stijgen. Wij hebben gezegd dat die mogelijk niet op zou kunnen gaan stijgen vanwege de vlagerigheid van de lucht. Maar het lijkt er toch om dat we deze bubbel vanavond ook met z'n allen mogen gaan aanschouwen. En dan vinden we dat natuurlijk ook weer geweldig. Babette ligt er ook nog. En we hebben natuurlijk ook Thomas Gleichsen. Thomas Gleichsen die dus nu bezig is om die bron op te warmen. De temperatuur op te warmen tot die 100-105 graden Celsius op en bij. En dan vervolgens zal ook hij natuurlijk vanavond met die telefooncel de bellende mensen aan boord. Die zal vanaf dit terrein op gaan stijgen. De ballon van Bas Ballonvaart hebben we natuurlijk ook nog. En wanneer de zon dan ondergaat, dan weten we dat we met z'n allen toch een geweldige mooie avond gehad hebben. Een mooie avond, terwijl we nu ook een applaus geven aan de ballon van de Salatolie. Dan hebben we het over Matthijs Eekhoff uit Langmeer. In het jaar 2000 heeft hij zijn brevet gehad. Meer dan 100 vaaruren op zijn naam staan. En vanavond dus opgestegen in een terugballon van Salatolie. Hoofdstuk. Onze aandacht is natuurlijk nu richting de richting van Thomas Gleichsen. Dat is het zodat we met z'n allen mag stijgen. Ach, is je ook uit de ballon van Bas Ballonvaarten. Dan hebben we nog de Warslijner ballon. En we hebben natuurlijk ook nog de ballon in de vorm van die hele grote motor is. De grootste ballon van Nederland. Of de wereld, zou ik moeten zeggen. Alleen moet je terugkijken in de toekomst gaat krijgen. Niet van Nederland, maar van de hele wereld. Dat is één ding wat zeker is. Thomas Gleichsen, we zien de springen in het mandje. We kijken even of er voldoende lift is. We zien dan ook dat die ballon niet wat stijgingskracht heeft. Die zal natuurlijk ook goed opgewarmd moeten worden. Die een hele hoge hete bubbelop. En Thomas Gleichsen zal voor ons dadelijk natuurlijk ook een enorm applaus gaan krijgen. Hij had dan weer naar de quick release. En dan weet hij dat hij de toestemming heeft gekregen van de Landsmaster. Kijk nog even rond. Kijk nog even naar de Prins van Italië. Dit wel een ziet aan de binnenzijde. En dan vervolgens weet hij dat hij gaat opstijgen. Daar is hij weggegaan hoor, die Russen. De Thomas Gleichsen, afkomstig uit Zwitserland met die hele grote ballon in de vorm. Ja, de koeienbel zouden we bijna horen, maar dat is voor de kermis, dat maakt ook niet uit. En we zien hem nog, de ballon van Bas Ballonvaart, maar natuurlijk eerst de ballon van Thomas Gleichsen, de grote telefooncel. Hij juicht, hij schreeuwt, hij is enthousiast. En deze Thomas, hij, afkomstig uit Takersen in Zwitserland, 2016 zijn brevet gehaald. Geboren in Warstein en vanavond is opgestegen. Maar die ballon, nu gaat het snel. Want we hebben de aandacht nog aan de ballon van Bas. De ballon van Bas Ballonvaart. Melvin Schiphorst uit Warnsveld. De groeten jou. Ja, 2015 in brevet gehaald. En natuurlijk Babette. Wat zijn we blij met jouw aanwezigheid. Guido Herle, afkomstig uit Zwanenbeek. Is het dagelijks leven. Moest nagaan Legionella preventieadviseur. En in 1993 alweer supervet gehaald. Meer dan 1000 vaaruren op zijn naam staan. Europa, Australië. Daar is hij overal al geweest. En vanavond opgestegen met de ballon van Babette. Als u een typische koek zou hebben voor Albuquerque in september, de eerste week van oktober, daar in Albuquerque al die hete luchtballonnen. Ja, dan zijn we bijna aan het eind gekomen van deze eerste avond. Dat we zeggen dat we nog een groot aantal slotstukken hebben. Wat te denken van die parachutist die zo dadelijk hier boven onze hoofden uit een hete luchtballon gaat springen. En weet dat hij zo dadelijk gaat opstijgen. En kijk ook eens naar de ploeg van Blumheim, de Grussen Blumheim. Hij verkoopt weer pins, allemaal voor stichting het kinderhart. Kinderen met een aangeboren hartpijn moeten geopereerd worden, moeten behandeld worden. De pins, de opbrengst van de pins, zorgt niet dat die in de kast komen van stichting kinderhart. Intussen kijken we onze ogen natuurlijk ook gericht op de grote.
Sint-Pietersbrugge. Ja hoor, Jan Haver. Meer dan 2000 varen op zijn naam staan, de hele wereld voor over de varen. En vanavond dus opgestegen in de ballon van Warstaak. Dames en heren, jongens en meisjes, we houden onze adem in. We gaan genieten, we gaan kijken, we gaan meemaken wat we de afgelopen jaren natuurlijk niet mee hebben kunnen maken. Maar wat we nu vanavond wel mee mogen maken. De luchtballon moet nog een klein beetje in onze richting gaan, want het is de bedoeling dat hij hier gaat landen. Dan zouden we zeggen, we hebben 3 minuten te gaan. 3 minuten te gaan, dan kunnen we onze mond dicht houden en dan kunnen we even de sponsoren laten horen. Wanneer in ieder geval de geluidsman erbij zou zitten. En ik zie hem niet zitten. Nou, dan gaan we het rondje sponsoren. Gaan we nog even op wachten. En kijken we natuurlijk naar de lucht, naar wat komen gaat. En kijken we natuurlijk naar de superbike. Die geïnspecteerd wordt door de crewleden. De crewleden die kijken even goed of alle kluttenband, alle onderdelen, compartimenten goed bevestigd zijn. En dan is het wachten op die parachutist.